Vorige week belde ik met Red Flame Tinne Dekkini en toen spraken we af dat als ze doorgingen met Red Flames naar die kwartfinales op het EK, dat we nog eens zouden bellen. Dus ik kan u niet anders. Goedemorgen Tinne. Goedemorgen Leen. Zeg, wat een match. Wat was jullie eerste gevoel gisteren? Ja, gewoon fantastisch. Hè, ja. Ons doel was om die kwartfinales te bereiken en we hebben het bereikt. Dus dat is gewoon een fantastisch gevoel. Ja, dat snap ik. Jullie hebben geschiedenis geschreven gisteren. Het gaat gewoon geschiedenisboeken in. Dat is toch... Ja, dat... Ik was zelf zo euforisch als wat. Maar hoe hard hebben jullie gefeest vannacht? Ja, nee, gewoon op de bus. We hebben terugweg van Manchester naar het hotel. Hebben we wel een beetje muziek en zo. En we zingen in de bus. En hier ook nog wel een beetje tijdens het eten. Maar dan is iedereen toch wel naar zijn kamer gegaan. Omdat het al best laat was. Ja. En ook voor de recovery was dat toch wel het beste. Ja, je moet toch wel braaf zijn nu eigenlijk om toch die volgende match nog te knallen. Ja, maar, klopt. Ja, want we hebben binnen 3 dagen toch nog terug een match. Dus dat is ook wel heel belangrijk. Ja, dat is waar. Maar goed, dat doel was om die kwartfinales te halen. Dat is nu gelukt. En vooral ja, dat eerste doelpunt gisteren, dat hing heel lang in de lucht. Maar we moesten wel eventjes geduld hebben. En dan scoorde jij dat. Ja, hoe was dat moment voor jou? Ja, geweldig. Ja. Ik denk... Ik moest ook zelf al lang even wachten op een doelpunt. Dus het is wel echt een heel goed gevoel om dan te scoren en mijn team op deze manier te helpen. Het was inderdaad wel nog nagelbijten tot het einde dan, omdat de Italianen toch wel heel wat druk zetten. Maar ik denk dat we dan toch wel verdiend gewonnen hebben en het was echt gewoon een hele leuke avond. Ah, kei goed dat je ervan genoten hebt. Zaten er nu wel veel supporters voor jou daar? Ja, het zat terug als supporters daar. Dus dat is altijd leuk om onbekende mensen in de tribune te zien. Ja, zeker als je dan wint en scoort. En moeten jullie vandaag al terug trainen of is het even een rustdag? Vandaag is zoals vorige week, voor je match terug een recovery dag. Dus je mocht dan zelf een beetje inplannen wat je doet. Massage, een beetje fietsen en zo. Dus ja, gewoon recovery en dan morgen gaan we terug trainen. Ja, een massage klinkt niet slecht, denk ik. Moet je maar misschien voor gaan. Zeg, en dan vrijdag is het tegen Zweden. Hoe schat je je kansen daarvan in? Om eerlijk te zijn, ik heb nog nooit tegen Zweden gespeeld. Dus de ploeg is een beetje onbekend. Maar ik heb natuurlijk wel wat bezig op PK. En dat is een hele goede ploeg, een hele sterke ploeg ook. Dus ik denk dat we wel ons goed moeten voorbereiden. En elke match moet gespeeld worden. Dus je weet nooit wat we daar kunnen tegen doen. Nee, dat is waar. Ik wens jullie alleszins kei veel succes. Knal het daar. Wij gaan hier keihard meebrullen vanuit België en keihard supporteren. En sowieso zijn we al trots, hè, want jullie hebben gewoon geschiedenis geschreven en dat pakken ze jullie niet meer af. Dus geniet nog maar goed na, Tinne. En tot de volgende, hè. Ja, top. Salutjes. Salut, dadah. Energy.